Vandaag ga ik voor het eerst een filmpje op de monstertil doen. Deze kan ook echt alleen op de monstertil. Want we hebben dus zes. En dan twee aan de zijkant nodig. En ik gebruik 3 kleuren elastiekjes, want er komen dus 3 rijen. En voor de zijkant zo gebruik ik wit. Je kunt het ook voor het WK met dus oranje en dan rood, wit, blauw doen. Maar zo eentje heb ik al gemaakt, dus ik ga het nu zo doen. Hij duurt wel vrij lang om te maken, want ja, het zijn steeds heel veel elastiekjes die je erop moet doen. En dan komt het er langzaam uit. Hij is ook heel dik. Dus ik ga ook alleen maar een stukje laten zien. En daarna maak ik hem af en laat ik aan het eind zien hoe je hem afsluit. Want anders wordt dit filmpje echt heel lang. Maar oké, hoe begin je? Je doet eerst het elastiekje dat je aan de zijkant wil. Van hier naar hier. Dus ik doe wit. En dan plaats je zo, zo en zo een kleur. Dus ik doe hier deze. Dan groen. En dan paars. En dat duw je een beetje naar beneden. En dat doe je nog 2 keer. Dus eerst die lange. Dan de kleurtjes. En je moet ook echt eerst die lange doen. En dan nog 1 keer de lange witte. Kleurtjes. Het maakt ook niet uit welke kleur je er eerst op doet, als ze er maar alle 3 op zitten. Zo, dus dan heb je op elke pion heb je 3 elastiekjes, zoals je ziet. We gaan nu, net zoals in een normale vissengraat, op deze gaan we gewoon steeds de onderste over het pinnetje halen. Dus dit is de onderste. Ik doe altijd eerst de zijkanten. En dan alle kleurtjes. Dus haal ze er overheen allemaal. Let goed op dat je alle kanten hebt. En heb je nu dit. En dan ga je weer, we moeten weer op elk pionnetje 3 elastiekjes hebben. Dus doe je er weer overal eentje bij. En dan zitten er overal weer 3 op, zoals je nu ziet. Dan gaan we weer de onderste er overheen doen. Overal bij alle 8 de pinnetjes. En dan hebben ze weer. En dan, ik doe nog 1 keer. En daarna ga ik het afmaken van camera. Dan doe je er dus weer 1 bij. Overal. En dan gaan we weer de onderste eroverheen halen. En zo ga je dus de hele tijd door tot je denkt. Hij komt hier langzaam hier onderuit. Dus je gaat door tot je denkt van nu is hij lang genoeg. En dan zet je de video weer op play. En dan laat ik zien hoe je hem af moet ronden. Dus hij is niet echt heel moeilijk om te maken, alleen hij duurt wel lang. Zo. En zo ga je dus steeds verder door, als je het gehaakt hebt, weer 1 op te doen, overal, en weer te haken. Ik kom zo bij je terug en dan heb ik hem lang genoeg. Zoals jullie zien, is de mijne nu lang genoeg om een pols te doen.
En we gaan nu afronden. Je hebt nu er overal 2 elastiekjes op zitten. De laatste heb je er net overheen gedaan. En dan zitten er dus overal 2 op. We doen er nu geen nieuwe bij. We halen gewoon de onderste over het pinnetje heen. Overal de onderste eroverheen. Waardoor er dus nog maar 1 elastiekje op elk pinnetje blijft zitten. En jullie zien een andere ondergrond. Ik film dit een paar dagen later. Dus vandaar. Ik had het heel erg druk gehad. Nu zit er op alle pinnetjes 1 elastiekje nog. Dan gaan we gewoon, je kiest een kant. Het maakt niet uit of je deze kant of deze kant neemt. Maar van 1 kant pak je hem en haal je hem naar de overkant. Dat doe je overal. En dan heb je dus op 1 kant 2 elastiekjes zitten. Dan pak je de zijkant. Doe je op je haak. En dan ga je ze allemaal ons de beurt op de goede volgorde op je haak doen. En van het pinnetje afhalen. En als laatste de andere wit. En dan kan je van je loom afhalen en heb je nu dit op je haak zitten. We gaan nu 1 elastiekje pakken. Ik pak een witte. Die doe je op je haak en deze haal je door al die elastiekjes die op je haak zaten heen. En het andere eind doe je ook op je haak. Nu heb je dus dit. Hier is hij een beetje, iets minder mooi. Maar dat komt omdat door die afronding op het laatst. En daar kun je niks aan doen. Maar ja, dus nu heb je dit op je haak zitten. En dan pakken we een sluiting erbij. Ik ga een S-sluiting gebruiken zoals gewoonlijk. Doe je erop en je haak kan eruit. Dan de andere kant, daar hebben we 2 van die lusjes. En daar doen we de andere kant van de sluiting aan. Dan kun je je armband omdoen.